Hallo allemaal, ik ben skatemeester Zakaria en vandaag leer ik jullie de powerslide. Stap 1. De voetpositie van de powerslide is bijna hetzelfde als die van de ollie. Je voorste voet die hou je een beetje voor de schroefjes en je achterste voet die mag lekker comfortabel op je teel. We doen eerst even wat oefenstappen voordat we met de echte powerslide beginnen. Stap 2. Bij deze oefening sta je op je board alsof je klaar staat voor een powerslide. Je mag lekker stilstaan, je hoeft niet te rijden. En wat je doet, je probeert een beetje met je gewicht naar voren te schuiven, over de grond. Belangrijk is hierbij dat wanneer je naar voren schuift, jezelf ook een beetje optrekt, alsof je bijna wil gaan springen. Zowel bij deze oefening als bij de echte powerslide is het belangrijk dat je jezelf goed naar boven trekt. Dus eigenlijk strek je je benen alsof je gaat springen. Stap 3. Heel veel mensen denken dat je bij de powerslide vanaf je voorste truc draait, maar eigenlijk duw je je achterste truc meer naar voren. Dat mag je nu ook bij de oefening gaan toevoegen. En wat daarbij kan helpen is het heel erg omhoog zwaaien met je armen. Stap 4. Als dat goed ging, is het tijd om hem rijden te proberen. Tijdens het rijden doe je ongeveer hetzelfde als bij de oefening. Het enige wat anders is dat je ervoor zorgt dat je best wel snel gaat. En je mag ook een klein beetje naar achter leunen. Dat helpt heel erg bij de sliding. Strek je benen nogmaals, alsof je jezelf licht wilt maken of doet alsof je gaat springen. Doe de power slide en zodra je er klaar mee bent, zak je weer door je knieën en trek je je board recht. Vond je deze truc tip leerzaam en wil je meer trucjes leren? Bekijk dan ook onze andere video's op ons YouTube kanaal.